Ja, zoals jullie dat hier kunnen zien, is dit een oude gymzaal van het Nova College, de opleiding scheepvaart. En daar zijn wij met Techport ingetrokken. En die hebben we nu helemaal omgebouwd tot een soort van campus. En dan vraag je je af, wat is dan een campus? Nou ja, hier is het de bedoeling dat bedrijven komen werken aan innovatie, vernieuwing, vergroening, verduurzaming. En kijken hoe ze hun ambities verder vorm kunnen geven naar de toekomst toe. En we weten allemaal dat hier natuurlijk best wel een grote uitdaging ligt qua vergroening, energietransitie. En wij proberen hier de ruimte, maar ook de faciliteiten te geven. Dat bedrijven hier elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze hier brainstorms kunnen organiseren. Workshops, field labs, et cetera. Dus iedereen is van harte welkom om hier langs te komen. En gebruik te maken van de ruimte die voor alle MKB-bedrijven en grotere open staat om naartoe te komen. Innoveren is best heel erg moeilijk en ingewikkeld. En vaak ontbreekt het niet aan ideeën. Want bedrijven hebben echt een overvloed aan fantastische ideeën. Maar het gaat heel vaak om de hoe dan vraag. Dus ideeën genoeg, maar hoe doe je dat nou eigenlijk innoveren? En welke kennis heb je daarvoor nodig? Welke skills? Welke partijen zijn er in de markt die je kunnen helpen? Nou, daar proberen wij zeg maar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dus hoe kunnen wij die spelers met elkaar verbinden om in gezamenlijkheid die doelstelling te kunnen realiseren? Want je kan gewoon niet in je eentje verantwoordelijk zijn voor de vergroening van een regio. Dat moet je toch echt samen doen. En dus moet je samenwerking stimuleren, elkaar opzoeken, met elkaar praten. Maar ook hele concrete projecten doen. Ja, we hebben hier natuurlijk een plek met een podium, een tribune waar je presentaties kan geven. Waar je bijeenkomsten kan organiseren, events kan houden. Maar we zijn hier ook bezig bijvoorbeeld met het bouwen van een apart sensorlab. Dan zal je zeggen van joh, wat is dat? Nou, daar gaan we gewoon een aantal machines plaatsen van bedrijven die daar behoefte aan hebben. En die kunnen dan experimenteren met sensoren. Aan deze locatie zit best wel een verhaal. Want Techport is denk ik best wel bekend in de IJmond. Iedereen heeft er wel van gehoord. We krijgen heel veel positief feedback. Maar we krijgen ook wel vaak de vraag van ja, maar wat doen jullie nou eigenlijk precies? Om dat tastbaarder te maken hebben we gezegd, nou moeten we een soort van campus neerzetten. En een fysieke locatie waar we ook kunnen laten zien wat wij allemaal precies doen. De founding partners, zeg maar, die dit allemaal mogelijk maken, zijn Tata. Dat is Kruin van Gelder, de papierenproducent. Nova College is een partner. Daar zit natuurlijk ook de link naar met name het onderwijs. En daarnaast natuurlijk gemeente Velsen is een groot voorvechter van Techport en FEN. En daar hebben we heel veel aan te danken. En natuurlijk ook de provincie. En daarnaast hebben we natuurlijk een aantal partijen die subsidie geven op projecten, maar dat is heel erg op projectbasis. Ja, dus deze locatie is voor bedrijven die ambities hebben naar de toekomst, ingericht willen zijn op de toekomst, bezig zijn met vernieuwing, met verandervermogen en met verduurzaming, dan wel vergroening. Daarnaast studenten die hier hun projecten kunnen doen samen met het bedrijven. Dus bedrijven, kom met je cases, kom met je vraagstellingen. Want de studenten en de onderwijsinstellingen in samenwerking met jullie kunnen daaraan mee aan de slag. En daarnaast staat het hier open om natuurlijk evenementen te organiseren, kennis uit te wisselen, een soort van learning community neer te zetten. Van hoe kunnen we met elkaar ook leren te innoveren. Dus dat betekent dat de deur hier open staat. Dus bedrijven uit de IJmond of breder Noordzeekanaalgebied, mocht je behoefte hebben aan een werkruimte, een brainstormruimte, overleg of je wil een event plannen, kom alsjeblieft bij ons langs. De deur staat open. Er zijn hier voldoende faciliteiten om gebruik van te kunnen maken. Dus wij juichen juist toe als iedereen hier zoveel mogelijk aanwezig is en dat het hier een bruisend geheel wordt van mensen die werken aan de toekomst van de regio.